En super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Pepa Weertman. En het is op dit moment 1:15. En inderdaad, ik heb even, volgens mij, een paar dagen niet gevlogd. En dat komt omdat ik soms, ja, ik wil niet alles delen wat ik eigenlijk in heb. En ik heb soms ook rust en ik voel me eigenlijk soms ook wat anders worden vlogs. Omdat ik daar veel meer mee bezig ben. Eigenlijk met mijn eigen leven. Dus ik laat ook niet alles zien. En verder niet op ingaan, ga ik er niet op in. Dat jullie het ook even weten, dat is de reden is dat er soms geen vlogs zijn. Nu heb ik vandaag weer een superleuke dag voor me. Het is nu 1:15. En ja, mijn papa en mama zijn weg aan het wandelen. En ik zit lekker tv te kijken. Dat heb ik geleerd voor Frans. En nu heb ik een lekkere lunch gemaakt. Een broodje met komkommer. 2 broodjes met ei. En 2 broodjes met hagelslag. Met lekker tv. Oh, gaan we even lekker van genieten. En vanmiddag ga ik nog naar een... Nog naar Lisa toe voor de hut en nog naar een verjaardag toe. Dus ja. Het is nu 2:30 en ik ga naar Lisa toe om met de hutmeester te gaan. Ik heb mijn oudste schoenen weer aangedaan. Dus we gaan er gewoon weer volop tegenaan. En hopelijk wordt het wat moois. Zo staat het ervoor met de hut. Dan gaan we natuurlijk verandering in brengen. Volgens mij gingen we niet tijden vandaag. Het is wel goed dat ik nou net op het moment dat zij druk is, dat ik aankom. Dit is mijn... Ja, very fijn. We komen bij de hut aan en we zien dit. Een uitwerpsel van niets, maar wat? Dat is nog een... Eeuw, gaf Lies. Trap er gewoon... Eeuw! Nee, dat is helemaal iets vies volgens mij. Ik heb 1 plank erin geslagen. Dat ging best snel. Deze. Onze taak is nu om dit allemaal te doen. Maar de meiden, ja hoor. Die gaan maar weer even andere dingen doen. Dus we willen nu sowieso deze wand helemaal af hebben en het zonnetje schijnt lekker. Ja. Dit wist ik niet dat dit hier was. Is het net nu al dit ding? Ja, nou ja, het was niet. Ik loop hier langs. Okay, eentje moet hier. En ik laat allemaal dingen vallen. Dan moeten we dus nieuwe... mij is er ook bij. Nee, maar dan moeten we nieuwe dingen. Zo van die, dat is Tim Neil. Oh ja, dat. Lisa. Oh. Ja. We zijn nu in de winkel voor schoenspijkers. Alleen we lopen echt rondjes, we weten echt niet waar we heen moeten. Nee? Oké, okay, dan moeten we ergens anders zijn. Dit is toch geweldig? Ja, hier kan ik wel. Daar liggen ze. Ja, hier zo. Ja, en nu moeten we even gelijk met deze. We hebben hem gevonden. Ik heb ook dit gevonden. Ja, hier, we waren de hele tijd hier aan het kijken, maar het lag hieronder. Dus we kunnen weer verder met de hut. We zetten op dit moment zulke grote stappen. We hebben dit al gemaakt. Dat is mijn jas hangt er al. We zijn nu bezig met een tafel. Echt, we gaan zo ontzettend lekker. Oh, en we sluiten af met lekkere chips. En natuurlijk een afwehut. Een bijna afwehut. Affe. En wat? Affe? Bijna. Affe. Eet smakelijk. We'll be right back.
zo. Het is dus ook al een lange avond geworden. Maar we zijn de rest van de avond bij Jasmijn geweest, want de zus van Jasmijn. Ja, die is maandag jarig, dus we hebben daar ook lekker gegeten. Het is nu 10:30 en ik ga zo naar bed toe. Fietsen we naar huis. Ga ik naar bed toe. En we hebben lekker de hele tijd gewoon nog verstoppertje gespeeld. En verstoppertje gespeeld en Minecraft gespeeld. Maar nu ga ik naar huis toe en naar bed. Dus ik zeg tot morgen. Zo, goedemorgen. Het is intussen 10:50. En ik ben al een hele poos wakker. En ja, ik heb vandaag een leuke ding op de planning staan. Ik ga zo lekker douchen. En ja, ik zat net lekker op mijn telefoon. Nu ga ik lekker douchen. Eerst de kind aan het douchen. En nou, dan ga ik douchen. Het is nu 10:50. Hier. Oh, nu is het 10:30. En we gaan zo lekker lunchen. Alles staat al klaar. Alleen we moeten nog even de ijsje afgieten. Maar dat gaat Quint doen. Het is nu 2:50. En ik heb net na het eten Formule 1 gekeken. Verstappen staan nu derde. En nu ga ik naar mijn oude school toe. En ik heb met vrienden, de klasgenoten uit mijn oude klas, heb ik daar afgesproken om even gewoon af te spreken. Dus daar ga ik nu heen. Om 2:00 zal ik daar zijn. Dus ik ga wel weer heel vroeg weg. Maar ja, ik ga daar dus nu heen. Het is nu 2:30. En we gaan jachtsen spelen. We zijn met z'n zevenen, dus we hebben 4. Maar ik zit met een groepje met 4. En dan moeten we een groepje van 3 zoeken. En daarna andersom. We spelen over 1.5 uur. En ik neem jullie zeker mee. Of iemand. Ga vinden. Let's go. We moeten eerst nog een paar minuten wachten, want dan mogen we pas weg. Maar we hebben wel gelukkig fietsen en zij niet. We denken dat we super dichtbij zitten, maar het is het. Ja, alleen we kunnen ze niet helemaal vinden. Er is nog maar 1 iemand over. Alleen die rende toen net dus echt vol door een tuin heen. En ik kan wel zeggen van ja, ik ga ook door die tuin heen rennen, maar dat doe ik niet zo snel. Dus dan moet ik weer kaart naar mijn fiets toe rennen om richting hem nog steeds een beetje te komen. We hebben gewoon gewonnen. Nou ja, mijn hele schoenen zijn super nat. Want ja, ik rende door een weiland heen waar niks staat of zo, maar het was wel super nat. Maar we hebben gewonnen en daar zijn we zo blij mee, want we dachten echt dat we niet gingen winnen. En nu gaan wij zijn aan de beurt. Woe, dan lijkt het wel warm. We zijn nu zelf aan de beurt en ja, we zijn 9 minuten onderweg. De eerste locatie is gedeeld. We gaan gewoon lekker winnen. We hebben nu al zo gespannen. We zijn echt nog maar 1 uur en 10 minuten. We zijn nog maar 20 minuten bezig en we hebben nu al zo'n spanning. Ik ben weer thuis aangekomen. Alleen, ik heb geen sleutel bij me en niemand die is thuis. Dus ga ik heel even de sleutel ophalen. Even andere schoenen aandoen en daarna ook heen waar pop en mama zijn. Zo, ik ben thuis aangekomen. We hebben het uiteindelijk wel gehaald omdat de andere opgaven. Ik weet niet precies wat daar gebeurde. En nu ga ik weer weg, want mijn ouders zijn er ook niet. Dus daar ga ik nu heen. Ik heb mijn fiets, ik ga mijn jas aandoen. En dan ga ik daar nu heen. Dit is gewoon echt een konijnenoor. Ja, hij wil het. Gewoon, ze gaat nu een konijnenoor eten. Ja, dat vindt ze lekker. Nou, ik zie mezelf dit niet eten. In zo'n hok en dan ziet het wel heel schattig uit. Ja, ze zal best wel eten, maar dit gaat zo op. Ze heeft zeker honger, dat kan ik je wel vertellen. Hoe lang was hij bezig? Ja, vanmorgen.
Kijk dan. En zo is het bijna leeg. Ja, nu is die bijna leeg, hè? Nu is die bijna leeg. Even de laatste eruit likken. En dan is die leeg. Nee, ben je afwit, gast? Ik zie ook gewoon dat hij al bijna helemaal leeg is. Ja, ook wel heel. Ja. Ze had het al door. Het is nu leeg. Kijk, nu is hij ook gewoon helemaal schoongespoeld. Lekker een ander verhaal. Chocolade. Is het natuurlijk wat melk. Misschien nu al wel duidelijker. Zo, we hadden daar lekker gegeten. Patat en papmama. En Quinten hadden pizza en Tris en ik hadden patat. En nu zit lekker het journaal te kijken. En zo ga ik nog even tv kijken. Maar dan ga ik naar bed toe. Want morgen moet ik eigenlijk alsnog wel best wel laat op school zijn. Ik kan morgen echt heel lang uitslapen. Ik moet om 10:30, 12 op school zijn. 10:50, 12 op school zijn. Maar ik ga nu wel naar bed zo. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Na deze vlog doe een duimpje omhoog. Ga je niet abonneren op mijn kanaal. Hier beneden klik het belletje om niks te missen. Van al mijn video's. Die online komen. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao. Bello. Dr. Claw, yeah. All around the world.